2021 zou ik in één woord omschrijven als bijzonder. Flexibel. Bevlogen. Het jaar heeft door de coronapandemie veel ontwikkelingen gekend. Zo begon het met de stilte in dit grote gebouw. Maar tegen de zomer kwam het weer tot leven. Wij konden weer dichter bij elkaar komen en genieten van cultuur in de stad. Wat me het meeste is bijgebleven, is dat we een nieuwe weg zijn ingeslagen. Met de strategie Samen Verder. En ik vergeet ook zeker niet dat we tijdens sommige managementteamvergaderingen niet meer bijkwamen van het lachen. Ik vond het prachtig om zowel fysiek als digitaal samen met leerkrachten het leesplezier onder basisschoolleerlingen te stimuleren. In mijn nieuwe functie binnen de IT vond ik het mooi om te ontdekken dat de BIEB levendiger is dan ik had verwacht. Ik ben als directeur super trots op de betrokkenheid van zoveel medewerkers die samen hebben gewerkt om onze plannen voor de toekomst vorm te geven. Het afgelopen jaar mocht ik meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe programma's. Heb ik gewerkt aan mijn digitale skills en mocht ik nieuwe samenwerkingen opstarten. Dat maakt me trots. Ik ben trots op alle projecten die ik op tijd heb kunnen afronden afgelopen jaar en kijk ernaar uit om nieuwe projecten aan te pakken. Een plek die je in de BIEB echt moet bezoeken, het nieuwe lab. Je voelt de energie als de kinderen daar lekker bezig zijn. Of het Nieuwscafé, een mooie centrale plek waar mensen samen een lekker kop koffie kunnen drinken, een goed gesprek voeren of rustig aan het werk zijn. Mijn wens voor 2022 is dat we bij de mensen mogen zijn van wie we houden. Ik zou graag weer willen schaatsen op natuurreis. Ik blijf in mijn hart een echte Fries. Ik wens iedereen meer werkplezier, persoonlijke ontwikkeling en goede werkrelaties met elkaar toe. Fijn 2022 allemaal. Fijn 2022 allemaal. Fijn 2022 allemaal.